is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch 'em all. It's you and me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defend. Pokemon, gotta catch 'em all. Our hearts so true. Our courage will pull us through. You teach me. Volgens mij kan die. Wat moet ik zeggen dan? Ja, waarom is Pokémon kunst? Waarom is Pokémon kunst? Ik heb geen... Oh ja, Pokémon is beeldende kunst. En net zoals een film. Stop maar, ja. ik weet niet wat ik moet zeggen. Kraalt het beest. Kan ik? Ja. Pokémon is kunst. En dan zul je wel vragen, waarom? Nou mensen, daar heb ik een antwoord op. Pokémon is kunst. Waarom? Daar heb ik een antwoord op. Is it too late now to say sorry? Pokémon, de serie zelf, is beeldende kunst. Er zijn films, er is een serie. Het is allemaal beeldende animatie gedoe. En dan heb je het spelletje nog, Pokémon Go. Bro, what are you talking about, man? Dat is grafisch ontworpen met een laptopje of een computertje. Online. Ja, dus dat is waarom Pokémon beeldende kunst is. En omdat het zo recent is in het nieuws en alles, weet je wel, omdat het gewoon zo cool is, hebben wij besloten. Hebben wij besloten om dit als onderwerp te doen voor Amsterdam? Peace up, A-Town. Yeah, yeah. Moet ik eerst mij even voorstellen dan? Film je al? Maar. Hallo, jongens, ik ben Sam. En achter de camera staat Job. Blijf op. Je moet even helpen. Hallo. Nou, wij zijn in Amsterdam, zoals je kunt zien. We lopen hier mooi. We gaan bepaalde mensen interviewen over Pokémon. En ja, jongere kinderen, oudere mensen. Mensen die geen Pokémon kennen, mensen die wel Pokémon kennen, je weet het niet. Ja, ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. wij vinden het in ieder geval wel leuk. Veel plezier. Panda. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just the lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the. Hij loopt weg, hij loopt weg. Je me estaba sonriendo. We zijn in naar de film, want dat mag wel toch? Ja, ik weet niet wat jullie ermee gaan doen. Ja, gewoon we kunnen jullie ook wel blurren, zeg maar. Ja. Hoe oud bent u? Ik ben 51. Bent u niet een beetje te oud om Pokémon te spelen? Nee hoor, niet. Ik ben dorp een van de jongens. Fight! Wat is uw beste Pokémon? Mijn beste, ik heb een Dragonite van zo'n 2900. Zo. Als je naar kijkt daar gaan, dan heb je meteen heel veel. Wat is uw lievelings Pokémon? Mijn lievelings Pokémon. Ik vind Poliwag wel erg leuk. Poliwag, dat zijn die kleine blauwe bolletjes op de staart. Wat vindt u van Pikachu? Ja, niet echt heel bijzonder. It was at this moment that he knew. He fucked up. Goed. Okay. Zijn leuker. Nog een fijne dag. Ja, goedendag, ik ben Job. Dag Job, goedemiddag. Ik ben Sam. Nou, I don't fuck with you! Speelt u ook Pokémon? Nee. Nee, helaas. Wat vindt u ervan?
camera is helemaal langs me heen gegaan. Ik zie overal mensen lopen met van die telefoons. Ik vind het wel geinig, maar dat is niet voor mij. Je irriteert er zich ook niet aan die mensen die... Nee, nooit. Vrijheid, blijheid. Hartstikke leuk is wat ik doe. Je vindt Pokémon gewoon niet leuk? Nee. Nee, dat is niet meer. Nooit gekeken? Nee, ook niet. Dat is gewoon net na mijn generatie, denk ik. Nou, ik wil u bedanken voor het interview. Ja, natuurlijk. Dat is geweldig. Nou, ik hoop dat u toch nog een keer de tijd neemt om het even te kijken. Ik ga het een keertje downloaden, nieuwsgierigheid. Ja, precies. Dat is wel een beetje mijn planning, hè. Ja. Are you English? No, I'm Dutch. Dutch, oké. Okay. Mogen we u wat vragen? Waar is het voor? Geen kamer? Voor school. Can we ask you a question? Do you play Pokémon Go? No. No? Why not? Oh, you gotta go? Bij de postbode van Amsterdam, de beste. Nou, wat vindt u van Pokémon? Nou, Pokémon vind ik echt te vervelend, want die mensen ze lopen maar en je kan niet eens goed lopen, want ze stappen voor je. Nadat we de mensen zelf hebben geïnterviewd over Pokémon Go, is het nu tijd om de Pokémon zelf te gaan vangen. Oh shit, Joey, hier zijn fucking goede Pokémon. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test. Oh shit, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Waar gaan we naartoe? Chinatown! Waarom? Nou, daar gaan we mee. We gaan naar Chinezen interviewen om te vragen wat hun ervan vinden dat hun land Pokémon heeft uitgevonden. You suck! Of Japanners, ik weet het niet. Mij de vraag. Yo. Nou, Chinatown is ook niet meer wat het geweest is. We konden geen ene Chinees vinden. En niemand wou geïnterviewd worden. China en Noord-Korea en al die shit. Vooral heel Azië. Het is gewoon Rotterdam, maar ja. Dus Sam, wat is onze conclusie van Pokémon in Amsterdam? Sommige mensen spelen wel Pokémon, sommige mensen spelen geen Pokémon. Sommige oud, sommige jong. Meestal jongeren, maar het is nu niet zo heel erg populair. Ik denk dat het alweer een beetje minder een hype is geworden. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. Er zijn hier wat pidgeys en we gaan ze vangen. What? Panda. Yeah. Panda. Yeah. I got broads in Atlanta. Yeah. She's at the lean the family. Yeah. Credit cards in the scammers. Yeah. Hitting the licks in the...